Mens, mens en gevoelens. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Kijkers, mens en gevoelens. Ik moest daaraan denken toen Margriet Dolman mij vroeg of ik aandacht aan haar blad wilde besteden. Aan dit blad dus. Ik heb hier ook een heel fijn cameraatje. Zo, dan kan ik het zo laten zien. Aan dit blad. Aan dit blad. En ik zei tegen mevrouw Dolman dat ik er wel aandacht aan wilde besteden, maar er geen reclame voor wilde maken. Want ik hou niet zo van die opdringerige reclame. Maar aandacht besteden aan een goed boek, aan een goede film of aan een mooie tentoonstelling, ja, dat doe ik graag. Dus nu ga ik aandacht besteden aan het cultureel-humoristische tijdschrift Mens en Gevoelens. In 1988 werd het opgericht. Kijk, toen zag het er zo uit. Ik zal het even zo laten zien. Zo zag het er toen uit, Mens en Gevoelens. Zo zag het er toen uit. En 9 jaar geleden stopte het. En nu, 2015, april 2015, is het terug. En nu ziet het er zo uit. Met een prachtige omslag en prachtige kleuren. En mooie voorpublicaties. Kijk eens hier. Wat. Oh, en het ruikt ook zo lekker. Hé, wat lekker. Wat kan een blad toch soms lekker ruiken? Kijk, hier sta ik zelf. Ik sta er zelf ook nog in. Reisverslag van Jesse Dorrestein. Het is echt, hoe is het mogelijk? Wat een prachtige kleuren. En oh, wat ontroerend. En wat een afwijkend mooi kunstblad. Ach, zeg Jan Versteeg ook zo. Jongen. Hier, kijk eens aan. Wat een... Och, zeg dames en heren. Margriet Dolman die zei dat het papieren tijdschrift weer helemaal in is. En dat geloof ik ook wel. Digitaal is een beetje ouderwets aan het worden. En papier is hot. Papier is hot. En ik denk dat ze helemaal gelijk heeft. Want wat een warmte straalt dit blad uit. Wat een eigenzinnigheid. En wat heerlijk veelzijdig. Een prachtige voorpublicatie. Een meeslepend reisverslag. Openhartige interviews met onder andere Jan Versteeg en Laila Muns. Je ervaart... Dat mening dat gaat van binnenuit. Je ervaart mensengevoelens als een troostvolle vriend of vriendin, zoals sommige mensen zeggen. Het warme mens en gevoelens is een aanwinst, mag ik zeggen, in de vaak zo kille tijdschriftenwereld. En voor meer informatie kun je kijken op de Mens en Gevoelens Facebookpagina en op de website. Nou, ik denk dat het me gelukt is. Ik heb geen reclame gemaakt, maar ik ben wel enthousiast geweest over een uniek tijdschrift. Geluk wordt grijpbaar. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. En heel veel plezier met Mens en Gevoelens. Dag.